Wij zijn dankbaar voor de samenwerking met vele betrokken inwoners van de gemeente Heemstede. We kijken terug op mooie bijeenkomsten met diverse inwoners en ook jongeren en willen ruimte blijven bieden voor alle geluiden uit de samenleving. In ons mooie dorp voelen we ons enorm verantwoordelijk en dankbaar om samen met u, onze inwoners, echte stappen te maken de toekomst in. Dat doen we op het gebied van veilig verkeer, passend wonen en ook meer groen. En tegelijkertijd gaan we het goede behouden. Zoek elkaar daarom op deze winterse dagen. Kerst is een tijd van bezinning, van samen zijn met dierbaren. Maar voor sommige mensen ook een tijd van eenzaamheid. Kijk dus naar elkaar om. Uiteindelijk geniet iedereen van een warm en vriendelijk gebaar. Ook al is het nog maar zo klein. We zijn trots op alle Heemstedenaren die keihard hun best doen voor het klimaat. Om bij te dragen aan een toekomstbestendig Heemstede. Voor onszelf en voor de volgende generatie. Tijdens kerst staan we stil bij onze medemens en in het bijzonder onze medemensen die het niet zo makkelijk hebben. We zijn blij dat deze mensen geholpen worden door zoveel betrokken Heemstedenaren. Ik wens alle inwoners van Heemstede fijne dagen, gezondheid, vreugde en optimisme. Vrolijke en warme kerstdagen en alvast een heel gezond 2023. Mooie en liefdevolle dagen gewenst. Geniet van deze dagen en een gezond, gelukkig en duurzaam 2023. En fijne kerstdagen voor allen en een heel vredig nieuwjaar.